Een snelle internetverbinding is tegenwoordig niet meer weg te denken. En toch is in het buitengebied van de Ronde Venen snel internetten nog niet vanzelfsprekend. Na een inventarisatie onder de inwoners is er nu een bedrijf bereid gevonden om de glasvezelverbinding daadwerkelijk aan te gaan leggen. Maar wel onder een aantal voorwaarden. De voorwaarden zijn dat er minstens 50% van iedereen die in aanmerking komt voor in het buitengebied, dat zij ook daadwerkelijk ja zeggen en een abonnement gaan afnemen. Dus er zullen toch minimaal 1500 gezinnen ja moeten zeggen op het initiatief. Gebeurt dat niet, dan zal het initiatief uiteindelijk niet doorgaan. De kosten van het aanleggen van glasvezel in het buitengebied hebben wel gevolgen voor de abonnementsprijs. Als je gaat kijken dat wat normaal gesproken in een bekabeld gebied een abonnement kost, dan gaat iedereen in het buitengebied 15 euro extra betalen aan vastrecht. Dat is ook af te kopen en dat zou interessant kunnen zijn voor mensen met bijvoorbeeld een zakelijke aansluiting voor een eenmalig bedrag. En dat eenmalig bedrag, dat wordt nog gecommuniceerd, maar dat zal rond de 1950 euro liggen. De campagne moet nu zoveel mogelijk inwoners zover krijgen daadwerkelijk een abonnement af te gaan sluiten. Vanaf 1 december gaat de campagne starten. Hou vooral je brievenbus in de gaten. En vanaf 1 december kun je dus op glasvezel buitenaf aanmelden voor het initiatief. Ja, alsjeblieft, doe mee, want als het nu niet gebeurt, dan liggen we echt voor de komende 10 jaar liggen we achterop. Ik denk dat glasvezel, snel internet, een basisbehoefte is, net als gas, net als licht. Je hebt snel internet nodig, voor nu en voor de toekomst, voor jezelf, maar ook vooral voor de generatie hierna. Alle informatie is na te lezen op glasvezelbuitenaf.nl.